Is de integrale toegankelijkheid geborgd? Of moet ik uitleggen wat het betekent? Nee, ik weet wat u bedoelt. Ik neem aan dat u bedoelt dat de gebouwen, bloek A, B en C, straks voor iedereen toegankelijk zijn. Ja, naar gebouwen en openbare ruimte. En openbare ruimte. Nou, ik kan alleen daarvan nu zeggen, ik ga dat uitzoeken. En ik zal zorgen dat u op een of andere manier daar antwoord op die vraag krijgt. Maar alles wat wij maken voldoet sowieso aan bouwbesluit. En ik neem aan dat daar in rekening is gehouden. Nee. Dat zit niet in het bouwbesluit. Nee. Niet als. Oh, daar weet ik. Voor het gebouw hebben we nog iemand. Daarom vraag ik. Voor het gaat om een racer. En gebouw A heeft inderdaad ook een redelijk publieke plint met restaurants, supermarkt en dergelijke. Die zal inderdaad aan de hand toegankelijkheid moeten voldoen. B en C hebben een meer, daar zit meer een entreehal voor de woningen zelf. Dus daar heb je niet de publieke functie zoals in A zit. En het landschap wordt allemaal met doorgaande fietsenroutes met hellingbanen en de hellingshoeken zoals die volgens het handboektoegankelijkheid zijn, zodat alles wel eigen is. Ook de dwarsverbindingen door het gebied heen. Er komen dus geen minder valide woningen? Over diversiteit gesproken? Er zijn geen publiek toegankelijke entreehallen in BNC, maar er zijn uiteraard wel minder valide ingangen. En die zijn, we hebben toevallig recent aangepast. Die komen zelfs aan de Paalbergweg en aan het landschap, aan allebei de zijden. En we hebben een parkeergarage ondergronds, dus die zit half verdiept. En vandaar heb je ook liften daar boven toe. Ja, maar de woningen worden dus ook levensbouwbestendig? Nee, op dit moment zit in BSC en A, maar ze alle drie niet echt helemaal voor minder verdiende ingerichte appartementen. Nee. Dus die kunnen daar niet wonen? Op dit moment hebben we die niet. Kunnen ook niet op visite komen? Moeder, vader, ja, op visite is niet afhankelijk, maar zeg maar de draaicirkel in de toilet bijvoorbeeld is daar niet op uitgericht. Niet integraal toegankelijk dus? Nee, niet via het ITS. Nou, dat vind ik validistisch. Ja, sorry. Nou, sorry is niet genoeg hoor. Ik glimlach er wel bij, maar ik vind het een hele kwalijke zaak. Oké, wij nemen het mee en we hebben meerdere projecten in Nederland en we hebben er wel over nagedacht. En op dit moment is het in deze projecten nog niet. Zo.